Maandag 16 juni. Goedenavond, dit is Netwerk met de historische successen op de Europese top in Amsterdam. Kok en Van Mierlo hebben niet voor niets een half jaar lang hun beste krachten in vergaderen en vlieguren gestoken. We gaan over naar het Mediadorp in Amsterdam, naar collega Jan Driessen. Jan, goedenavond. Al met al is het toch een behoorlijke verrassing geweest dat er halverwege de eerste dag van de top al witte rook was over de Europese munt. Ja, blijkbaar hebben onze regeringsleiders dan toch eindelijk ook ontdekt dat er mensen in Europa wonen. En ook zelfs 18 miljoen werkloze mensen. En dat daar iets voor gedaan moest worden. En dus komen ze met prachtige beloften, mooie intenties. Maar de vraag is of er ook echt vlees op het bot zit. En nieuw geld, echt geld en mooie plannen zijn er niet. Eén ding is duidelijk, die EMU, de Europese Monetaire Unie, die moet door. En daar moet alles voor wijken. Ja, en die is er nu dus gekomen. En Kok en Van Mierlo, die hebben de hele dag breed uitgeglunderd. Maar sinds gisteren heeft niemand minder dan Gerrit Salm een hoofdrol opgereisd. De BBC had het vanmorgen over de onbekende Gerrit Salm. Hoe belangrijk was hij? Ja, onze rekenmeester met humor. Want wie had het eigenlijk kunnen denken op 2 juni in Luxemburg, een dag na de Franse verkiezingen. Toen was het toch een hopeloze situatie en alle journalisten zeiden, nou, wat dat pact betreft, dat wordt nooit meer iets in Amsterdam, dat haalt Amsterdam niet eens. Het is dus echt een heel erg persoonlijk succes voor Salm. Hij heeft die teksten geschreven, eergisteren, vannacht opnieuw, en hij heeft ze weten te overtuigen dat het goede teksten waren. Een persoonlijk succes. Ja, en hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er vanmorgen een hele ontspannen sfeer was. Hè? Kok en Van Mierlo die stonden al in alle vroegte grapjes te maken. Het was toen min of meer al duidelijk dat ze dus een akkoord in de knip hadden. Nou, ik heb begrepen dat Salm gisteren zelfs al onder het genot van een heel goed glas wijn in Hotel L'Europe samen met Kok en Van Mierlo al op het optimisme geproost hebben. En zo kon het gebeuren dat Kok vanochtend met name boos was omdat iemand om 5:15 op zijn deur had staan bonzen. En Van Mierlo zich met name zorgen maakte om zijn kat die alleen thuis zat. Kijkt u naar een impressie van Sven Kokkelman. De Amsterdamse grachten van morgen vroeg. Het is 7:15. De politie begint langzamerhand nerveus te worden. Morgen. En de eerste toerist snapt totaal niet meer waar hij nou toch weer terecht is gekomen. But I'm not here for anything to do with Eurotop. Achter het raam van Hotel de L'Europe ontwaren we de buik van minister Hans van Mierlo. Er is al vroeg werk aan de winkel. Is er een grote kans dat het verdrag van Amsterdam er komt? Of zijn de problemen zo groot dat daar nog behoorlijk wat twijfels over zijn? Nou ja, eigenlijk beide. Ik bedoel, je zit nu midden in het probleem, in het gevecht. Dus je bent je nu vooral bewust van de omvang van de problemen. Ja, dank u wel. Ja, goedemorgen. U vindt het leuk, hè? Ja, je kunt je niet permitteren om het niet leuk te vinden. Je moet het. Het is ook heel spannend. U woont hier vlakbij. Nou, bent u eens in Amsterdam, zit u nog in een hotel? Ja, ik doe dus ook net alsof ik ergens anders zit. Het is zo'n rare gedachte dat een paar steenworpen verderop mijn huis is. Ja. Veel succes vandaag. Ja. Ja. Eigenlijk moet ik naar de poes. Maar... Ja. Het is 7:15. Premier Kok haast zich naar de Nederlandse bank om zijn gasten te ontvangen. Meneer Kok, goedemorgen. Hoe is het met vertrouwen? Hoe is het met vertrouwen? Vertrouwen, onverminderd. Terwijl de regeringsleiders en het Franse staatshoofd arriveren, maakt de voorzitter van het Europarlement zijn bezwaren tegen het voorgenomen verdrag van Amsterdam nog eens duidelijk. Wordt de der kampf aufgenommen. Ik denk dat in het domein van de politiek extérieur, nous avons prévu Brighton to that they might. Hollandees kunnen vertellen, dat is heel sympathico. Hallo, radio. In de tent verderop krijgt burgemeester Schelto Patijn een speciale Europostzegel. Het einde van de ochtend. En er staan
balken op in kleuren die verbeelden de diversiteit in Europa. En morgen krijgt iedere Europese leider van Amsterdam een fiets. 7 versnellingen en voor alle gewichten, van Kool tot Blair. 1 uur vanmiddag. De koningin wacht met een lunch op de Dam. De leiders van Europa arriveren in doodgewone, ongepantserde touringcars. Bon appétit! En dan, aan het einde van de middag, maakt Hans van Mierlo de balans van dag 1 op. Het gaat goed, hè? Ja. Wacht, het gaat goed. Morgen komen pas de uitslagen. Heeft het die snelle voortgang moeten maken met de techniek? Ja. Ja, Jan, gaande de dag kwamen die eerste berichten al naar buiten dat er wellicht een akkoord zou komen. Maar hoe komen die berichten eigenlijk uit die zwaar bewaakte bunker van de Nederlandse Bank naar buiten? Nou, je moet je voorstellen, 3500 journalisten. Dus het is een prestigeslag, een gevecht om die publieke opinie. Wie heeft er gewonnen? Wie heeft er verloren? De Fransen die claimen hier een enorme overwinning, zoals te begrijpen is. En de Engelsen die benadrukken met name vooral dat er zo meteen in Luxemburg een extra top moet worden gehouden over die werkgelegenheid. En het is dus vooral al die landen van essentieel belang om zo snel mogelijk die pers te bereiken. Ze schieten naar telefoon en computer. Het stabiliteitspact blijft intact en er komt een extra protocol werkgelegenheid. Waar komen die berichten vandaan en is het waar? Rond 2 uur werd het gerucht bevestigd. Toen kwam de woordvoerder van de raad, ministerraad, kwam naar beneden, meneer Schweigert. En die vertelde in kort even wat de inhoud was en hoe de zaak eigenlijk erbij stonden. Het is een uitgekiend spel. De leiders van Europa lijken weliswaar in een volstrekt isolement te vergaderen. Het nieuws dat ze maken druppelt wel degelijk door naar de media. Woordvoerders en adviseurs rennen af en aan om elke flart informatie zo snel mogelijk over te brengen. Ieder met zijn eigen interpretatie. In die toren zitten 16 haantjes, 15 van de lidstaten plus de Europese Commissie. En die praten met elkaar, die proberen met elkaar hun belangen te verdedigen en tot een gemeenschappelijk akkoord te komen. Nou, en dan beïnvloeden ze elkaar in de zaal en daarbuiten. Want een woordvoerder gaat naar buiten toe en vertelt iets wat zijn minister verteld heeft. En hij hoopt dat het op een of andere manier weer doorklinkt en dat de ander dan erop reageert. Kortom, er wordt op 2 wijzen onderhandeld. In de onderhandelingszaal en daarbuiten. They will not adopt some of these texts formally because, you know... Norbert Schweiger is woordvoerder van de Europese Raad. De allerbelangrijkste bron. Hij domineert het nieuws. Journalisten vliegen op hem af als motten op een lamp. Waarom doet zo'n man dat? Waarom wacht hij niet gewoon tot de regeringsleiders naar beneden komen? Ja, het is natuurlijk zijn taak om ons zo goed mogelijk voor te lichten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor persbureaus werken en dergelijke, die zo snel mogelijk iets op het net moeten zetten. Of stuurt hij daarmee ook de berichten? Dat doet hij ook wel natuurlijk, ja. Want dan kan hij de commissie voor zijn en de woordvoerders van de diverse landen. U heeft het jarenlang zelf gedaan, hè? Dit gelobby. Ja. Heeft het gewerkt? Nou, ik voelde mij niet zozeer lobbyer als wel degene die moest proberen een bepaalde boodschap over te brengen. Niet om propaganda te maken, maar om te proberen bij te dragen aan een behoorlijke beeldvorming over datgene wat zich afspeelde. En dat is op zich interessant genoeg, omdat je weet dat de problemen in wezen natuurlijk vrij ingewikkeld zijn. En die moet je in simpele termen proberen uit te leggen, wetende dat er ook nog een andere uitlegger klaar staat die dat dan wel in het Grieks zegt en anders zegt dat in het Frans. En je moet proberen daar toch een gemeenschappelijke lijn in te vinden. And obviously you can see the difficulty to operate that. Maar soms, als men de schrijvende pers wel erg wil beïnvloeden, is de openheid ineens ver te zoeken. Ed Bulls, economisch adviseur van Tony Blair, probeert het Britse journaal te overtuigen dat er koste wat kost een extra top over werkgelegenheid moet komen. En dan zijn pottenkijkers nou niet bepaald gewenst. Ja, aan het eind van de dag kwam dus de blijde boodschap naar buiten en daarom is er een enorme euforie in Amsterdam. Jan, Dries in Amsterdam, is dat niet een beetje voorbarig? Want morgen moet natuurlijk wel het echte verdrag van Amsterdam nog door de molen. Jazeker, en daar werken ze op dit moment al heel hard aan. In eigenlijk de mooiste zaal die Amsterdam rijk is. De zaal voor de nachtwacht, waar informeel al die regeringsleiders en 2 presidenten bij elkaar zitten. En dan begint eigenlijk het grote herschrijven. Vandaag is een inventarisatie geweest van alles wat er nog niet aan losse eindjes bij elkaar is gekomen. En dan zullen dus heel wat secretaresses en heel wat ambtenaren de hele nacht tot morgen vroeg moeten doorwerken. Om eigenlijk al die losse einden opnieuw te herschrijven. Al die compromisteksten rond te krijgen. En dan zijn er nogal wat over het buitenlands beleid, de herwerking
telling van de stemmen in de Raad, het asielbeleid, de nieuwe defensieorganisatie, de WEU die op moet gaan in de EU en noem maar zo op. De grote lijnen van de verdragtekst, die zijn akkoord, heeft Mierlo gezegd. Maar zoals iedereen weet, de duvel zit hem altijd in het detail. En eigenlijk kan de top van Amsterdam hier nu pas beginnen. Jan Driessen vanuit Amsterdam, dankjewel. Hier in Hilversum is aangeschoven Piet Dankert, Europarlementariër en oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 6 jaar geleden nou betrokken bij de top in Maastricht. Meneer Dankert, dat akkoord over die Europese muntunie, dat is echt in een sneltreinvaart gekomen. Heeft dat u verbaasd? Nou kijk, het akkoord was er al. Alleen de Fransen hebben op een laat moment moeilijkheden opgeworpen. En toen was het een kwestie van een uitweg vinden waarmee iedereen kon leven. Dus die niet te veel mocht kosten en die tegelijkertijd in Frankrijk verkocht kon worden als een belangrijke doorbraak. Was dat het ook echt of is het meer waterverf geweest? Nou, kijk, als je praat over wat Europa besteedt en wij gelegen, dan kun je zeggen dat 3/4 van de begroting daar al naartoe gaat via de structuurfondsen, ten dele via het landbouwbeleid. Dus wat er nu bij komt is eigenlijk waterverf. Maar het wekt de indruk dat er nu toch een nieuwe impuls gegeven wordt aan het werkgelegenheidsbeleid. En dat is op zich niet onbelangrijk, omdat het probleem Europa en de burger daardoor wat beter bekeken kan worden. Ja. Even over die vergadering zelf. Hè. Als gezegd, u was daar 6 jaar geleden bij. Hoe gaat dat eigenlijk tijdens zo'n bijeenkomst? Is er dan een druk gekakel van Europese leiders? Of is het een hele gestructureerde vergadering waar alleen maar vastgestelde meningen worden uitgewisseld? Nou, in de eerste plaats, de voorzitter moet proberen dat in de hand te houden. De voorzitter weet waar de moeilijkheden zijn. Dus die probeert zo'n agenda ook zo af te werken dat hij niet 6 moeilijkheden tegelijk krijgt. Om een voorbeeld te noemen, in Maastricht wist Ruud Lubbers dat de problemen tussen Frankrijk en Engeland over het sociaal protocol, is dat later geworden, de sociale paragraaf toen nog, dat die vrijwel onoplosbaar waren. Dus als in het begin van de vergadering Mitterrand zijn vinger opsteekt, dan probeert Lubbers 3 keer die vinger niet te zien om dat probleem naar achteren te schuiven, omdat anders de zaak meteen al vastzit. Maar zijn het echt de Europese leiders zelf die aan de discussie deelnemen? Zijn het toch ook whizkids, ambtenaren achter de schermen die druk bezig zijn? De enige die echt praten, dat zijn de leiders zelf. Soms doet de minister van Buitenlandse Zaken het ook wel eens. Een enkele keer mag een staatssecretaris in plaats van de 2 dat doen. Maar algemeen, zij doen het. Maar er lopen natuurlijk allerlei lieden in en uit die zo'n rode kaart op hebben. De permanente vertegenwoordiger, zeg maar de ambassadeur in Brussel, een staatssecretaris, hoge ambtenaar van Kok, die met allerlei boodschappen dan teruggaan naar een 15 of 18 ambtenaren die in een klein zaaltje zitten. In Edinburgh zaten we ergens in een dienstbodenkamer bovenin een paleis. En die zitten dan de dag te wachten tot er een beroep op hun gedaan wordt. Ja. Nou goed, dat hele circus heeft dan vandaag geleid tot dat stabiliteitspact. Daar is euforie over, maar intussen kent Europa wel een recordwerkloosheid. We hoorden Jan Driessen 18 miljoen mensen zeggen. Over de aanpak daarvan zijn enorme tegenstellingen. En toch heeft iedereen de overwinning opgereisd. Of dat nou Blair of Kohl of Mitterrand of Jospin is geweest. Chirac moet ik natuurlijk zeggen, of Jospin. Allemaal hebben ze gewonnen, dat kan natuurlijk niet. Dat doen ze altijd. En deze, nou, je kunt zeggen, niemand heeft echt verloren. Kok en Kool die zijn bereid geweest ergens wat geld ter beschikking te stellen, terwijl ze het vroeger niet wilden. Maar het is ook weer niet zoveel dat je kunt zeggen, nou, daar hebben we echt een forse greep voor in de portemonnee moeten doen. Jospin, Chirac, die hebben toch iets concreets gekregen. Dus we hebben gewonnen. Maar wat er in feite niet is gebeurd, is niet meer dat het een afspraak gemaakt is dat men tot een betere coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid zal kunnen komen. En dat werkgelegenheidsbeleid blijft een nationale zaak. Ja. Voor zover vast bedankt, meneer Dankert. We komen zo weer bij u terug. Over het ene Europa lopen de meningen in en buiten Nederland fors uit elkaar. Voorstanders lopen na de eerste dag van de top in Amsterdam met hun hoofd in de wolken. Tegenstanders knarsetanden. Nu ze weten dat de euro een feit wordt. Netwerk stuurde 2 verslaggevers het land in om de verdeelde meningen in beeld te brengen. Om te beginnen het verhaal voor Europa door Frank in het Veld. Eén groot Europa is goed voor de economie. Eén groot Europa is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. Eén groot Europa is goed voor het milieu. En tenslotte is één groot Europa een uitstekend wapen tegen de criminaliteit. Eén groot Europa, te beginnen hier in Amsterdam. Europa, wat pleit ervoor? Clichés zijn er genoeg. Maar er is echt veel te zeggen voor een Europese aanpak van al die zaken die 380 miljoen Europeanen raken. Meer werk, een schoner milieu en minder criminaliteit.
Kortom, wensen die over de eigen landsgrenzen heen gaan. Europarlementariër Jan-Willem Bertens weet wel waarom hij voor één groot Europa is. Er is om ontstellend veel dingen is dat belangrijk. Punt 1, omdat we niet weg te denken zijn uit Europa. Punt 2, omdat we Europa nodig hebben. En punt 3, dat wij zoveel voordelen, heel simpel, voordelen hebben aan dat Europa. Veel voordelen dus. Neem bijvoorbeeld het milieu. Bij uitstek een thema waar Europa nog veel meer kan en moet samenwerken. Want vervuiling houdt niet op bij de landsgrens. En daarom is het belangrijk dat er binnen Europa goede afspraken worden gemaakt. Lucas Reinders, milieuvriend en voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu. Voor het milieu is Europese samenwerking om twee redenen bijzonder belangrijk. In de eerste plaats, milieuverontreiniging stoort zich niet aan de grenzen. Als wij een schone Maas willen hebben, dan moeten de Belgen en de Fransen meewerken. De tweede reden is dat we allemaal ongeveer dezelfde problemen hebben. En dat wil zeggen dat we als we samenwerken niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Maar mensen zoals Reinders vinden het belangrijk dat het huidige Europa uitgebreid wordt. Uitbreiding richting de voormalige Oostbloklanden. Want daar kan zonder steun van Europa weinig worden gedaan. Op het ogenblik is het zo dat in Oost-Europa de fabrieken een stuk vuiler zijn dan hier. Ook de landbouw eigenlijk voor zijn prestaties een stuk vuiler is. Dat kan een stuk beter. Wat er voor nodig is, is voldoende kapitaal, voldoende kennis. En dat komt denk ik eigenlijk alleen maar tot stand als we in Europa één groot samenwerkingsverband krijgen. Één groot Europa. En dan het Europa van de criminaliteit. Met bijvoorbeeld de handel in drugs, in vuurwapens of de vrouwenhandel. Misstanden die goed en met alle landen samen aangepakt moet worden. De bestrijding van de internationale criminaliteit staat daarom hoog op de Europese agenda. Hoofdcommissaris Mostert van Maastricht, politieman en Europa-specialist binnen de Raad van Hoofdcommissarissen. Als je het hebt over politiewerk en dan met name criminaliteitsaanpak, dan merk je dat de grenzen al lang verdwenen zijn. En dat als ik autocriminaliteit, diefstal van auto's als voorbeeld neem, dat niemand zich meer iets van grenzen aantrekt. En dat geldt ook voor de vrouwenhandel, dat geldt ook voor drugs en dat geldt voor vele geambieerde criminaliteitsterreinen. In de praktijk hebben wij als Nederlandse politie met de buitenlanden al heel wat goede dingen ontwikkeld. Interpol kent zijn geschiedenis natuurlijk al, Europol is er. Maar wat nog belangrijker is te melden, dat sinds Schengen van kracht is, de internationale informatieuitwisseling stukken en stukken beter loopt. En dat wij er ook in slagen niet alleen maar te vertellen op wiens naam het kenteken van iemand staat, maar dat we ook bankovervallers in Frankrijk snel hier op het netvlies hebben, doordat we snel geïnformeerd worden met de meest technische de meest moderne technische hulpmiddelen. Maar naast de thema's criminaliteit en milieu is de economie een van de belangrijkste punten uit het grotere Europa. Meer werkgelegenheid en meer welvaart voor iedereen. Econoom professor Arnold Heertje. Ik ben een heel groot voorstander van één groot Europa. Niet in de zin van groot ten opzichte van andere werelddelen uit een oogpunt van agressie, maar uit een oogpunt vooral van integratie in Europa. En die integratie begint bijvoorbeeld met de euro, de munt waarover vanmiddag zulke historische besluiten werden genomen. Er is veel tegenstand tegen, maar er zijn ook mensen die er positief over denken. Zoals bijvoorbeeld groenteman Jan Nijssen in Roosendaal. Goedemiddag, mag ik van u een pond Franse kers? Zo, ja, dat zijn €3,07. 3,07 euro? Ja, dat is 3,07 euro. U doet al in euro's tegenwoordig? Ja, ja, we hebben hier een internationale straat, of eigenlijk een stad. Dat is Fransen komen, Belgen komen, Duitsers komen, soms nog van Oost-Duitsland. Alles is hier aanwezig. En het is makkelijk dat we dus één munt hebben. Ja, ja. Maar ik hoef u niet te vragen hoe u over Europa denkt. Nee, hoe eerder, hoe makkelijker, denk ik. Kijk, de euro is een grote verbetering uit een oogpunt ook van betalingsverkeer. Mensen hoeven niet meer geld in te wisselen bijvoorbeeld. Als we daar straks eenmaal aan gewend zijn, zullen we dat toch als een heel groot voordeel zien. Maar het belangrijke is ook dat het gepaard gaat. Juist met het opleggen van discipline in allerlei opzichten. En die discipline leidt naar mijn gevoel toch tot een verbetering van de kwaliteit van de dingen. Maar met name ook tot meer werkgelegenheid. Een grotere Europa lijkt dus de beste oplossing, want het staat voor een sterke economie, minder criminaliteit en een schoner milieu. En dit alles met maar één doel,
Een beter leven voor alle Europeanen. En daarom is het zo belangrijk dat Europa een toekomst krijgt. Ik zie het, als ik zou zeggen, als een Europa wat eindelijk de gelegenheid krijgt om niet te vechten, geen oorlogen met elkaar te voeren. Want dat hebben we de laatste 500 jaar meer gedaan dan de rest van de wereld bij elkaar. Maar om op een hele simpele wijze met elkaar samen te werken, samen te leven en vooral te overleven. De voorstanders van Europa met dezelfde overtuigingskracht keren zich burgers en politici tegen datzelfde Europa. Niet alleen omdat ze vinden dat het Europa van Kok, Chirac, Kohl en Blair, om eens een paar namen te noemen, niet deugt. Wouter Körpershoek toefde de afgelopen dagen onder de eurosceptici, de tegenstanders. De Europese regeringsleiders zullen hier in Amsterdam een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Besluiten die directe gevolgen hebben voor het leven van alle Europese burgers. Het probleem is dat die burgers niet kunnen meebeslissen over wat er hier achter mij in Amsterdam allemaal achter gesloten deuren gezegd gaat worden. En ondertussen neemt de invloed van de Europese Unie wel toe. Brussel bepaalt in toenemende mate wat wij in Nederland wel of niet mogen doen. En de vraag is, willen we dat? Is dat de klok in Nederland wordt teruggezet. Ons hele gedoogbeleid moet al op de helling. Op alle postkantoren in Nederland zijn ze te krijgen. De folders van Postbus 51 over Europa. De Nederlandse overheid zet als trotse voorzitter van de Europese Unie in deze brochure alle voordelen van een verenigd Europa op een rij. Heeft u hem al gelezen, de folder? Ik heb Postbus 51? Ik heb hem niet gelezen. Wij en Europa? Nee. Niet geïnteresseerd? Ik ben wel geïnteresseerd, maar ik heb hem niet gelezen. Weet u wat er staat te gebeuren deze dagen in Amsterdam? Er is een Eurotop, heb ik gelezen. Ja. Weet u wat er besproken wordt op de Eurotop? Ik heb er niet zo heel veel mee. Ik ben er niet zo in verdiept. Veel van wat er deze dagen in Amsterdam besproken wordt, gaat over de hoofden van de gewone burgers heen. Gevolg, het aantal politieke tegenstanders van deze Europese Unie groeit. Het is en blijft een initiatief van de regeringsleiders. Die hebben het bedacht. De grootindustriëlen op de achtergrond, die hebben het meebedacht. En die willen het doordrukken. En daar komt dat hele idee van die interne markt vandaan. Het idee van de euro waar we naartoe moeten. Maar ook het idee van nog meer Europese integratie. Dus niemand heeft ooit kunnen zien hoe die onderhandelingen zijn gelopen. Ook de top van Amsterdam gebeurt in een volledige geheim. Niemand weet precies wat er eigenlijk allemaal is uitgewisseld tussen de verschillende landen. En dat is natuurlijk buitengewoon merkwaardig. En het Nederlandse parlement kan eigenlijk alleen maar goed of afkeuren. De discussie over Europa vindt niet langer alleen in de Tweede Kamer plaats. Allerlei belangengroeperingen schieten als paddenstoelen de grond uit. De NMP is een nieuwe partij voor middenstanders. De bejubelde euro wordt in deze kringen niet gezien als een zegen, maar als een groot gevaar. Kost voor het midden- en kleinbedrijf 4,5 miljard gulden, sowieso. Ja? 2,5 miljard direct uitgerekend door de Raad van de Detailhandel. 1,5 miljard hebben de banken al gezegd. Wij rekenen onze kosten door aan de cliënten. Maar volgens de minister gaat het om eenmalige kosten. Die verdienen zichzelf straks weer terug. Goed, die eenmalige kosten, dat zou nog te doen zijn als die dan gedragen worden door het bedrijfsleven wat er de voordeel van heeft. Maar de eenmalige kosten komen hoofdzakelijk neer bij het midden- en kleinbedrijf. En wat hebben die voor voordeel? Wat heeft de winkelier om de hoek hier voor voordeel? De Europese eenwording heeft ook grote invloed op het sociale beleid van de Europese landen. De Rotterdamse dominee Visser houdt zich dagelijks bezig met de opvang van drugsgebruikers en vluchtelingen. Hij verzet zich sterk tegen het idee dat de grote landen gaan uitmaken hoe Nederland met zijn vluchtelingen moet omgaan. Dan zie je dus dat landen met een tamelijk liberaal vluchtelingenbeleid, die tamelijk gastvrij waren, die gaan uit vrees dat zij straks een soort rioolputje worden van Europa, om een term van Bolkestein eens te gebruiken, zich aanpassen bij strengere regelgeving. Want het moet natuurlijk wel zo zijn dat in al die landen dezelfde regels en wetten gelden. En dat als iemand in Nederland geweigerd wordt, dat hij vervolgens ook in Frankrijk geweigerd wordt. Dat hij het niet nog eens ergens anders kan proberen. Dit zijn de belangrijkste bezwaren tegen een sterk verenigd Europa. De Europese Unie is niet democratisch. Nederland wordt een provincie van Europa.
In Europa is er onvoldoende plaats voor een eigen Nederlands beleid en de invoering van de euro kost veel geld. De overheid probeert met voorlichtingsfolders al deze bezwaren weg te nemen. Zo vindt de Nederlandse regering dat de rol van het Europees Parlement moet worden uitgebreid. Jan Marijnissen is niet onder de indruk. Kijk, als je met zoveel verschillende volkeren, talen, culturen te maken hebt, hoe bescherm je dan nog de kleine groepjes, de kleine belangen? Dat kun je op nationaal niveau kun je dat prima doen. Maar binnen het kader van dat hele Europa worden dat zo'n kleine gebiedjes dat je niet van een volksvertegenwoordiger uit Italië, die afkomstig is uit Sicilië, kunt verwachten dat hij zich druk gaat maken over Drenthe, want daar heeft hij niks mee. Het besturen van 380 miljoen Europeanen is niet gemakkelijk. Om snellere besluiten te kunnen nemen is Nederland voor het principe van de meeste stemmen gelden. Daar ziet dominee Visser een groot gevaar. Als meneer Chirac of meneer de Zweden hun zin kunnen doorzetten in dat soort onderhandelingen, dan ziet dat er voor ons buitengewoon somber uit. Daar hebben we natuurlijk ook de eerste tekenen van gezien vorig jaar. Hè, toen Frankrijk heel doelbewust ernaar streefde om op Europees niveau het door haar gewenste beleid ook aan ons op te leggen. En dan de invoering van de euro. Dat zou goed zijn voor de consument die geen geld meer hoeft te wisselen. Dat is een lachertje vergeleken met de nadelen die op ons afkomen. Als u weet, Nederland heeft de sterkste munt ter wereld bijna, in elk geval in Europa. En met die sterke munt, via de euro, gaan we die koppelen aan zwakkere economieën. Het is bij wijze van spreken, als u zegt, ik heb hier een dure fles wijn van 100 gulden, 150 gulden, en daar doe ik een Portugees wijntje bij van 4,5 gulden, dan is op zich die Portugese wijn of die Griekse wijn is heel goed drinkbaar. Maar ga je die twee bij elkaar gooien, zeg je, nou heb ik een glas rode wijn, dan zegt iedere wijnkenner, die verklaart je voor gek. Waarom vindt u het zo vreselijk geouwe hoer? Dat het geouwe hoer is, ze doen niet anders. Dus. U voelt zich niet betrokken bij Europa? Helemaal, ja. Maar niet op deze manier. Op wat voor manier zou het dan moeten? Gewoon, zoals we waren. Zoals wat? Zoals we waren. Dus gewoon Nederland. Natuurlijk, klopt er geen flikker van, man. Komt er geen flikker van terecht. Maar waarom komt er geen flikker van terecht? Nou, laat maar. Nou, laat maar. Meneer Danker, dat je dit zo hoort, of je nou voor of tegenstander bent. Bij de burger overheerst toch het gevoel van, het gaat niet met ons, maar over ons. En ja, zolang je dat gevoel niet wegneemt, dan blijft het toch gewoon modder, hè, ondanks het succes van vandaag. Ja, maar het gekke is, die burger die net, die komt geen flikker van terecht. Laat ons maar gewoon ons blijven. Hij moet natuurlijk wel weten, en daar geeft hij zich waarschijnlijk onvoldoende rekenschap van, dat hij al 40 jaar in die Europese Unie zit. Ja, merkt dat er ook helemaal gebeurd is. Dus hij is best tevreden met hoe het gaat. En er komt ook niks bij. Ik denk dat dat een belangrijk element is. Alleen in het begin was niet bedoeld met die opzet van die EEG toen nog, dat die burger daar ook erg veel mee te maken zou hebben. Ja, maar nu is er inmiddels behoorlijk wat veranderd. Het is inderdaad opgezet als een vrij technocratische ontwikkeling van maak eerst Europa en dan kijken hoe die burger erbij komt. En nu zie je dat die burger er toch wel bij moet komen, omdat je anders je draagvlak kwijtraakt en je, net zoals Jos Pen op een gegeven moment de verkiezingen geconfronteerd wordt met een uitslag die je dwingt om weer dingen van Europa te vragen die andere landen niet willen. En dan krijg je de crisis. Nog eventjes terug naar de top van vandaag. Je zou bijna vergeten, als je al die euforie in Amsterdam hoort, dat de top nog lang niet klaar is. Hij moet dan beginnen. Het grote gevecht gaat nu beginnen. Kijk, het was niet de bedoeling dat wat vandaag gebeurd is zou gebeuren. In Dublin was dat geregeld. En als er geen Franse verkiezingen geweest waren, nogmaals, dan had het probleem niet gehad. Dus het eigenlijke werk moet nu beginnen, of is al een beetje begonnen vanmiddag. En het eigenlijke werk, dat was eigenlijk om voor te bereiden dat Europa kon uitbreiden. Twee dingen. De vervolmaking van Maastricht. Nou, daar is al van gebleken dat het niet zo hard gaat. Wat kleine dingetjes misschien. En de uitbreiding. Voorbereiding op de uitbreiding. Dat zijn de twee grote taken van deze conferentie. Verwacht u dat het daar nog op kan stranden? Nou, er zijn nog steeds aanwijzingen dat men er nog steeds niet eens is hoe men de kwestie van de weging van de stemmen, dus de verandering van de stemverhoudingen tussen de landen in die Europese Unie, in die Raad van Ministers, hoe men dat aan moet pakken. Dat is essentieel, omdat dat ook weer samenhangt met het aantal commissarissen wat je moet krijgen. En u had het Nederlandse voorzitterschap, omdat men er toch al niet uitkwam, gezegd, nou, een deel van dat probleem schuiven we door naar zodra de eerste vijf landen, of minder dan vijf landen, zich klaar achten voor de toetreding. Dus zeg 2005. Daarmee zie je al dat die toetreding ineens gaat veranderen. Want we praten altijd over een toetreding van 15, onderhandelingen zou gelijk beginnen. Dus men wordt al wat minder enthousiast over die uitbreiding. Men gaat het al wordt steeds weer vooruitgeschoven. In etappes zetten en men schuift het naar achteren. Want
Chirac heeft laatst nog in Polen en in, ik weet niet meer waar, geroepen dat ze er in 2000 bij waren. We praten nu over 2005. Dus er is minder enthousiasme voor de uitbreiding. En tegelijkertijd slagen we er niet echt in om ons gereed te maken voor die uitbreiding. En dat is redelijk veel risico, omdat je niet kunt zien hoe je met die EEG die voor 6 gemaakt was, straks een Europese Unie van 20 kunt runnen. Dat gaat gewoon niet. Toch is er wel in Amsterdam een sfeer van, het is nu eigenlijk al geslaagd. Het kan niet meer stuk. Toen u in Maastricht zat, was er sprake van een zwarte maandag. Moet je eigenlijk niet zeggen dat Van Mierlo en Kok dat veel handiger hebben aangepakt dan destijds Lubbers en u? Nou, je kunt zeggen dat wij iets te ver gegrepen hebben toen we probeerden een verdrag te maken waar, wat dan heet, de intergouvernementele pijlers, dus buitenlandse veiligheidsbeleid en politie en justitie, gewoon als onderdeel van de EEG waren opgenomen. Min of meer gewoon, het was ook niet helemaal zo simpel. Maar nu zie je dat wat Van Mierlo en Kok aan het doen zijn, zeker op het gebied van politie en justitie, is dat voor elkaar te krijgen wat ons in Maastricht niet gelukt is. Dus blijkt toch dat wat we wilden nodig was, alleen politiek konden we dat niet halen. En dat is